Nou, we hebben een favoriet setje en die hebben we in het keki en in het taupekleurtje en nu ook in een jeansblauwe kleur. Een heel mooi truitje. Het is een mix van acryl met katoen volgens mij. Even kijken. Kan ik niet lezen, want het is geverfd. Ja, volgens mij 50% katoen of modaal. Modaal is eigenlijk een luxere versie van viscose. Het voelt heel lekker. Het heeft ook sowieso de looks van katoen. En dan zit er zo'n vintage washing overheen. Hij is geverfd, zodat het lijkt alsof de kleuren een beetje in elkaar overlopen. Ik weet niet of je dat goed kunt zien, maar hier ook aan de boordjes en alles. Het is een jeansblauw kleurtje. 1 maat is de trui, 29,95. Dus dat is ook nog eens een heel mooi prijsje. En je kunt ze dragen tot en met maat 42. Ik heb er een jeansblauw rafelhemdje onder. Die gaan we bij Perfect Match even erbij zetten. Dat is dat hemdje, katoenen hemdje met rafeltjes. Eigenlijk in, ook met zo'n wassing en alles eroverheen. En dan heb je eigenlijk een klein beetje hetzelfde eronder als we, of onder het truitje als het truitje zelf. Nou, de broek die past er heel mooi bij. Dit is de Vintage Comfy Pants in jeansblauw. Die heeft hier een schuin naadje lopen. Daar zit echt zo'n vale wassing overheen. Hier nog een koeknaadje boven de benen. En dat is dan, dat zie je wel, een strak modelletje. Boven een elastische taaieband met riemlussen erop. De riem die ik erin heb is gewoon een riem uit onze collectie. Maar er zit een of ander riempje in. Zo'n koppelriempje, deze. Maar die hebben altijd zo'n lastig gespje. Ja, daar heb je eigenlijk niks aan. Maar dat ziet er dan wel leuker uit als het op een hanger hangt. Ik haal ze er altijd uit en doe er een normale riem in, want dan zit de hele broek veel fijner. Hier zit heel veel stretch in. Het is ook een lekker hoog modelletje. Heel veel stretch zit erin en ik denk dat die het beste past bij maat 38 en 40. 36 kan ook, dan zit hij waarschijnlijk boven wel iets wijer, maar dat is zeker niet lelijker. Dat vind ik zelf eigenlijk heel erg mooi altijd. Het is ongeveer een lengtemaat, tussen 30 en 32 in. Dan moest eigenlijk ook een lengtemaat 31 zijn. En dan, ja, ik ben 1,72, komt hij bij mij net boven mijn enkels. Ze zijn 39,95. Nou, vind je de laarzen, de riemen die zijn 14,95. Vind je de laarzen nou ook mooi? Ik moet zeggen, ik heb die laarzen in een daglicht op de foto gezet. En dan ziet je er veel meer beige-achtig uit. Als ik hem hier zo zie, zou ik bijna zeggen, het is een zandkeki kleur. Maar wel een hele mooie laars. Ook dat modelletje, hè, met die kreukels erin. Het is een vegan leather, dat lijkt op suède. Alleen dat is veel makkelijker in onderhoud. Want suède, ja, als er straatvuil opkomt, krijg je het niet meer schoon. En deze kun je heel makkelijk onderhouden door ze bijvoorbeeld eerst in te spuiten. En als je dan een keertje vies is, een houten afwasborsteltje pakken. Daar zitten goede haren aan. Druppeltje afwasmiddel en met water even afborstelen. Met schoon water naborstelen en dan zijn ze weer als nieuw. De hakhoogte is, als ik me niet vergis, 6,5 centimeter, maar dat staat op onze website. Ze gaan van maat 36 tot en met 41 en vallen heel goed op maat. 59,95 zijn ze en je kunt het allemaal bestellen op onze website baboe.nl.